Obi van harte met de 3 punten. 2-0 overwinning in Heerenveen. Hoe lastig was het vanavond? Het is altijd een lastige wedstrijd uit naar Heerenveen. En helemaal met de omstandigheden die je nu hebt. Met een heel erg nat veld, heel erg blubber. En hij is natuurlijk een voetballende ploeg. Dus dat is even lastig en heel drassig. En daar moeten we ons op aanpassen. En natuurlijk een goede ploeg, snelle buitenspelers. Dus daar moesten we rekening mee houden. Hoe vond je dat we vandaag gespeeld hebben? En laten we beginnen even met de eerste helft. Nou, ik denk dat we in de eerste minuut op 1-0 voor kunnen komen. En ik denk dat wij erg goed spelen, weinig weggeven. Ik denk op het einde van de eerste helft nog één schot en een rebound. En voor de rest denk ik weinig weggeven eerste helft. En de tweede helft, ja, denk ik dat we weer op goed beginnen en genoeg kansen creëren. En dat we echt een fantastische 2-0 maken. En snel ook, hè? Ja. En daarna kwam natuurlijk het penalty moment. En na het penalty moment kreeg hun er wat druk op, omdat hun natuurlijk gaan pompen. En ja, het is de derde wedstrijd in een week tijd. Dat maakt helemaal niks uit. Maar dan moet je het gewoon dicht houden achterin. En dat hebben we gedaan. En clean sheet. Eerst even die tweede goal. Binnen, volgens mij, als ik het goed heb, binnen 30 seconden lag hij in het mandje. Ja. Is dat iets wat jullie ook in de rust besproken hadden? Niet per se precies natuurlijk, maar we willen zo goed mogelijk starten aan de tweede helft, omdat je 1-0 voor staat en gelijk die toon wil zetten. Nou ja, beter kan niet, denk ik. Nee, precies. Vervolgens komt er een moment, een lange bal van de middenlijn ongeveer, denk ik. Een aanvaller wordt weggestuurd en Sam grijpt in. Vond jij het een penalty? Ik heb hem nog niet teruggezien, dus ik heb geen idee. Ik denk dat Sam vol voor de bal gaat en ik denk dat hij op hem valt. Dus ik twijfel eigenlijk, alleen ik heb hem nog niet teruggezien. Alleen ja, ik ga natuurlijk gelijk focussen op de bal die dan daarna gaat komen. Dus moet ik even terugkijken. Kan je me vertellen hoe de momenten daarna zijn? Want die penalty is inderdaad gegeven. Ja, Sam is natuurlijk geblesseerd. We noemen al sterk te wensen dat het hopelijk niet ernstig is. Maar daarna duurt het natuurlijk wat langer. En misschien heb dat goed voor ons uitgekomen en kon ik me goed voorbereiden. En daarna hebben we gezien wat er gebeurde. Wist je gelijk dat hij voor jou naar de rechterhoek ging? Nee, ik heb niet van tevoren. Alleen ik kijk altijd naar de persoon. Hoe zit hij in de wedstrijd? Hoe legt hij de bal neer? Wat ze aanlopen? En uiteindelijk beslis ik op het allerlaatste moment. En ik wacht zo lang mogelijk. En hij ging rechts in de hoek. En ik denk dat ik hem zag dat hij daar zou schieten. Dus ja, dat is natuurlijk heerlijk op 2-0 voorsprong en dan een 0 houden. Zei Jesper nog wat tegen? Want het is natuurlijk een Zweedse jongen die al minst waar. Ik kon Jesper niet zo goed verstaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk niet dat hij iets heel erg bijzonders heeft gezegd. Dus nee. Hoe fijn was het voor je dat je je ploeg op dat moment in de wedstrijd kan houden op zo'n cruciaal moment? Ja, dat is natuurlijk heerlijk en natuurlijk heel belangrijk voor het team dat we die 0 houden. Want anders wordt het 2-1. Dan gaan hun pompen op dit veld en de laatste minuten. Dus ja, dat is echt heel blij mee dat ik het team op de 0 kan houden. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Dat is dan in een week dat het veel over jou is gegaan, omtrent alle dingen die er dan gebeuren. Hoe heb je deze week beleefd? Ja, ga ik toch weer terug naar de dingen. De enige zorg voor mezelf is om elke wedstrijd goed te presteren. En daar hebben we de volle focus met de staf, de trainers en het team op gehad. En dat is het enige wat ik heb gedaan eigenlijk. Ja, tuurlijk krijg ik het mee. En, ik ben oud en volwassen genoeg om daarmee om te gaan als het goed is. Ik kan me voorstellen dat het misschien ergens nog wat doet, maar jij zegt gewoon ik blijf nuchter, ik blijf mijn wedstrijden doen die ik doe en blijf dat gewoon zo goed mogelijk doen. Ja, dat is het enige wat ik kan doen en dat blijf ik doen en dat is eigenlijk heel simpel.